Je gaat me niet vertellen dat deze motherfucker experimenten op zijn voor. Nee. Het is nep, toch? Nee, dit is echt. Nee. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Mensenmening. Door de coronamaatregelen kan ik helaas niet de straat op om mensen te interviewen. Dus daarom ga ik langs bij wat vrienden van Slam om te vragen of ze tijdens de quarantaine gehamsterd hebben op wc-papier. De jury mag raden of ze ja of nee zeggen. En dit is de jury. Nou, daar zijn we gewoon weer. Mensenmening. Wij zitten 1,5 meter uit elkaar. Oh, zou zo lekker zijn als die Dave Imitator eens even zijn bek houdt. Hier, kijk, voor jongens, alsjeblieft, hier voor deze, let op. Laten we beginnen. Nou, Sylvana, leuk dat ik even hier naartoe mag komen. Tuurlijk. Lekker, hè? Boerinnetje, hè? Ja, lekker hoor. Hoe gaat het met je? Het gaat goed, dankjewel. Ik had niet verwacht dat Sylvana zo'n mooie bank had en 3 PlayStation-controllers op de bank had liggen. Zo, nou, oké, één vertellen. Die plant stond daar niet toen ze aankwamen. Die is zo neergezet door een stylingteam. Ik heb veel rust in mijn hoofd. Ja? Ja, en doordat heel veel dingen zijn afgezegd, en dat is helemaal ruk natuurlijk, maar ik krijg er wel veel rust in mijn hoofd van. Zie je wel? Ik heb dat ook hoor. Ik word ook gewoon heel rustig van in mijn hoofd. Gewoon lekker relaxed. Wat voor mij heel goed werkt is een beetje regelmaat. Ja. Dus ik zet 's ochtends mijn wekker, dan ga ik lekker hardlopen. Bizar hè? Wat een leven heeft ze. Elke ochtend de wekker. Dave had het vorige keer over een Amsterdams meisje met een kamerplant voor het raam. Ja, vind ik dit toch wel. Ik weet niet of dit in Amsterdam is, maar Ben jij zo iemand die naar de supermarkt gaat en voor de hele week boodschappen haalt? Of Een bloempot voor om je plant die daar maar staat in de vensterbank. Nee, ik vind dat we een beetje nuchter moeten blijven met z'n allen. Ja, maar dit is toch makkelijk zeg als je 3 hoog in Amsterdam Noord woont, whatever, waar je ook zit. Er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon helemaal geen spaarpotje hebben, die gewoon enorm in de stress schieten. Ja, dat snap ik volledig. Maar ik denk ook dat mensen er niet echt voor uit durven te nee, komen. Nee, want het is ook best wel een verschutting. Nou ja, het is niet een verschutting. Als iedereen het doet, dan maakt het er niet meer uit. Dus als iedereen Ik had laatst, mijn wc-papier was echt op. Dus ik haal wc-papier en toen hoorde ik achter me, daar heb je weer zo'n smerige hamsteraar. Ik kijk aan. Ik zeg, pardon? Echt zo'n typische, nou geef het een beetje een naam. Een Gerda, een Carla, echt een lekkere Facebookmoeder. Het voelde ik me zo veroordeeld door die kortpittige Facebookmoeder. 2 maten. Je kan niet iemand veroordelen in het feit dat jij je onterecht beoordeeld voelt. Ja, want heb je wc-papier gehamsterd tijdens de quarantaine? Nee, want ze had ook geen wc-papier. Dus ze heeft niet gehamsterd. Nee, zij heeft niet gehamsterd. Want zij geneerde zich zo voor het ene pakketje dat ze het niet over de hart kon krijgen. Of in ieder geval niet de schaamte voorbij kon om een hele kar vol te gooien met een papier. Dus nee, ze heeft niet gehamsterd. Nee. En ik vind dat ook dom hoor. Ja, wc-papier, je kan altijd, als je moet poepen, kun je desnoods nog maandenlang met een dekbed overtrek de rest afvegen. Ah, ja, fair. Creativiteit. Hier, kijk hoeveel bladeren die plant heeft, man. Smeren maar. Nou, Stefano, leuk dat je wilt meedoen. We zitten 1,5 meter van elkaar af, ongeveer. Dus we breken geen regels. Indekken, dat is indekken. Vertel, hoe gaat het met je? Ik moet hem kennen, denk ik. Met mij gaat het goed en slecht tegelijk. Het gaat goed omdat ik me heel ontspannen voel. Ik heb een hele lange vakantie, net als heel veel mensen. Zo voel ik het ook al hoor. Lekker vakantie, man. En het gaat slecht omdat ik al mijn werk kwijt ben geraakt. Heeft hij nou een tattoo op zijn voorhoofd ondertussen in quarantaine genomen? Dat zou ik echt hardcore vinden namelijk. Ik vind het idee leuk, maar dan moet je het ook gespiegeld schrijven, zeg maar. Want nu kan ik het niet lezen. Ben je ook achter dingen van jezelf gekomen wat je nog niet wist? Waar je nu achter komt door deze quarantaine? Het is wel een partijtje kringloopkunst ten top, hoor. Eigenlijk het meest negatieve aan mezelf dat ik heb ontdekt is dat ik, als ik niet mag optreden, heel erg agressief word. Agressief van niet optreden. Daar word ik altijd heel relaxed van. Ik voel nog niet of dit in scène is gezet of dat dit... Nou, hij is echt wel echt een droge gast volgens mij. Ja. En verder ben ik, denk ik, nog triester. Heb ik nog meer zelfmedelijden dan ik had verwacht. Heb iemand de partij drugs gebruikt de afgelopen paar jaar? Maar hoe uitzicht dat dan allemaal, die agressiviteit? Is deze... Dat is een pop van mijn lichaam. Die pop heeft precies de proporties van mijn lichaam. Wat heb je eigenlijk op je hoofd? Weet je wat het is? Hij kan alles soort van, door zijn manier van praten, kan hij het allemaal afverkopen. Dat is een face tat van mijn programma Experimenten. Je gaat me niet vertellen dat deze motherfucker experimenten op zijn voor. Nee. Het is nep, toch? Nee, dit is echt. Nee. Is hij wel lekker? Nee. Ik kan het bewijzen.
Wat is dit voor een rare gozer? Als dit echt is, is die tatoeëerder bizar slecht. En heeft hij echt goed zijn best gedaan om dit op een filtstift te laten lijken. En wat vind je eigenlijk van mensen die hamsteren? Het is wel natuurlijk heel erg zonde dat de producten die gehamsterd zijn zo nutteloos zijn. Want wat voor producten bedoel je dan? Ik denk vliesdekens. Vliesdekens snap ik wel. En natuurlijk wc-papier. Ja, want heb jij een reservepak wc-papier? Nee. Juist niet. Keukenpapier. Ik vind het gewoon lastig. Ik vind het een lastig persoon. Maar daar gaan we wel voor nee. Hij heeft niet lopen hamsteren. Nee, hij heeft niet gehamsterd. Hij heeft gewoon hij is uitgeweken naar alternatieve methoden om je billen af te vegen. Nou, het was heel toevallig. Was er een kortingsactie met hele grote maxi pakken wc-papier. 2 weken voordat het virus het land binnenkwam. Dus ik heb de Kruidvat juist geholpen. Want anders stonden al die hele grote pakken daar maar in de weg. Zie? Bam. Nou, Dee, wat gezellig dat ik hier even langs mocht komen. Ja, ja, wel op afstand, maar we zijn er wel. Dus help mijn man is klusser. Nou, als je vraagt hoe het met Dee is sinds Ezra Knol, ja. Nou, hier woont ze. Het is minder geworden. En als ik zo om me heen kijk, denk ik niet dat jij je snel verveelt deze quarantaine. Genoeg te doen. Nou ja, nog een hele tuin te doen. Ik bedoel, het is niet van plan, het is niet de planning om het zo te laten. Dit is echt die kutstoel, die heeft iedereen een keer gehad thuis bij zijn ouders. Het is op de spin in als je hem uit de schuur houdt. Heb je al een idee van wat waar moet komen? Ja, ik heb dus een hele mooie tekening gemaakt. En normaal, als hier mensen over de vloer komen die dan vragen hoe gaat de tuin eruit zien, ben ik de eerste die de tekening uit de kast trekt. Oh joh, dit wordt de nieuwe tuin. Hoe gaat het verder? Want naast dat je hier natuurlijk kan klussen, kan je ook nog je andere werk, kan dat nog doorgaan? Gaat het verder het leven nu Enzo Knol weg is? Nou ja, je hebt natuurlijk heel veel, vaak als influencer heb je opdrachten. Mm-hmm. En alle marketingbudgetten zijn even on hold gezet. Dus dat is best wel een dingetje. En ik loop natuurlijk stage bij Slam. Loopt ze stage hier? Wordt het godverdomme je collega ook, jongen? Nou, bereid je maar voor. En daar kan ik ook niet naartoe nu. Nee, het is wel een verandering. Ja, het gaat wel. Ja, het is wel even wennen, maar het gaat wel. En wat vind je nou van het hamsteren? Ik snap echt oprecht niet dat mensen zo gestoord zijn. Ik vind dat echt bijzonder. Ik had echt niet verwacht dat wij als nuchtere Nederlanders zo op hol zouden slaan. Dat dan die hele kruiwagen vol zit met wc-papier. Iedereen zet op social media dat ze 8 pakken wc-papier hebben gekocht. En jij denkt, oh my god, als iemand 8 pakken wc-papier koopt, dan moet ik ook wc-papier kopen. Wow, deze tering, nou iets zegt joh. Deze snapt het ineens, ik heb het ineens, oh. Want heb jij tijdens de quarantaine wc-papier gehamsterd? Ja, je hebt gewoon 2 mensen. Mensen die hebben dingen ingeslagen en mensen die heel erg veel energie halen uit die mensen afmaken. En ik ben eigenlijk meer klaar met die groep dan met die groep. Dat is een beetje de situatie nu, denk ik. Nee, we gaan voor nee, joh. Zij gaat het ook niet toegeven nu. Maar ik denk ook dat ze niet verlaten. Ik denk dat mensen zich er ook een beetje voor schamen. Ja, ja. Is ook zo. Snap ik ook wel. Gedraag je? Ik zeg dat zij wel wat extra heeft gekocht. Nee, deed het niet. Nee, maar ik moest dus wel echt wc-papier halen. Ja, dat zeggen ze allemaal. En toen vond ik het heel awkward. Ja, werd je aangekeken? Nou ja, er hangen nu dus oprecht bordjes in de supermarkt met nog maar 1 pak per persoon. Net als bij de kindervoeding en zo. Ja, ja. Dat ik wel dacht, wow, dit is heftig, man. Ja, heel heftig. Je had natuurlijk eerst de Eerste Wereldoorlog, toen de Tweede Wereldoorlog, toen de Koude Oorlog. Maar toen mocht je nog maar 1 pak wc-papier per persoon. Dus ik heb wel een beetje zo onder de andere boodschappen dat pak weggevrommeld. Ja, ik moest dus laatst ineens gaan poepen met 3 laags wc-papier. Nou, ik ben 4 laags gewend. Mijn anus die schrok zich te pleuren. Die wist niet wat het meemaakte. Ik denk, dan hebben ze in India hebben ze het moeilijk. Maar hier zitten we gewoon met 3 laags wc-papier mijn reet af te vegen. Dat is toch geen leven? Dat is geen leven. Joekie! Wat fijn dat ik langs mocht komen. Ja. Nou, oh, niet verkeerde plek. Pata wel hoor, die heb jij ook, die schoen. Ja, die heb ik ook. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ben op kantoor. Ja, inkomsten vallen natuurlijk helemaal weg voor DJ's. Ik ben benieuwd naar de gemiddelde mening over pallets. Het zou zogenaamd industrieel en hip zijn. Ik vind het skeer. Hoe lang ga je dat nog volhouden, denk je, thuis zitten? Ik weet het niet, maar ik vind het echt verschrikkelijk. Je zit op je dakterras in je studio in de zon met Balenciaga sokken. Man, je hebt het wel lastig, gek. Ja, ik vind het echt heel moeilijk, want ik vind het gewoon. Ik ben sowieso wel een doener. I'm a doer, not a lover. Ik denk dat het niet, voor mij niet heel lang meer moet duren. Newsflash, ik gok 1 jaar. Wat mis je nou het meeste? Sociaal contact. Ik was dus laatst was ik naar de zonnebank gegaan. En ik dacht dat hij dicht was, maar hij was gewoon open. En ik was zo blij om gewoon even daar 1,5 uur te lullen. Hoeveel optredens zijn er wel niet afgelast nu? Het is echt om te huilen. Dit jaar zouden wij ambassadeurs van de vrijheid zijn op 5 mei. We zouden voor het Koningshuis optreden. We zouden met een helikopter vliegen. Het zijn heel veel optredens en dat is heel jammer. Maar vooral de ontwikkeling is wat je mist. En het geld. Je moet niet balen van dingen die je niet meer kan doen. Je moet gewoon kijken, oké, nieuwe situatie. Ik moet nieuwe dingen bedenken. Dat is juist vet, toch? En wat vind je nou van het hamster?
luisteren van iedereen. Nou, ik weet wel dat het nu voorbij is, toch? Dat is wel echt zo. Een maand geleden moest je echt knokken om een pakje eieren. En nu staat het er gewoon weer. Dus. Ik vind het dan wel weer mooi om de psychologische inslag daarvan te lezen. Hè? En over groepsgedrag, hoe dat zich vormt. En hoe dat zich kenbaar maakt in wc-rollen. Ja, ik moet daar eigenlijk gewoon heel hard om lachen. Stel dat echt alles is uitverkocht, zou ik om wc-papier nog niet eens super erg stressen. Nee. Als dat nou het belangrijkste is, want ik doe het al weken gewoon met de douchekop. Dat is helemaal prima. Heb jij eigenlijk wc-rollen gehamsterd tijdens de quarantaine? Ja, hij heeft één pakje gehaald, zegt hij. Wat gewoon hamster is op dat moment, hè? Kijk, de reden dat ook 80% van de mensen is gaan hamsteren, omdat ze zeg maar die 20% zagen hamsteren. En dan ga je denken ja, van, holy shit, zometeen is alles op. Ja, dan moet ik ook wel gaan hamsteren. Ja, ik denk dat Yuki niet echt wc-rollen heeft gehamsterd. Niet gehamsterd! Nee, ik heb geen wc-rollen gehamsterd. Wat ik wel heb gehamsterd... Ik heb een paar dingen gehamsterd. Ik heb diepvriespizza's. Voor het eerst in mijn leven dacht ik, ja, fuck it. Ik koop een week aan diepvriespizza's. Zit hij fucking heel half Nederland op mijn rol te noemen dat ze aan het hamsteren zijn? Heeft meneer diepvriespizza's lopen inslaan? Nou, dan ben je toch de meest hypocriete MC die ik ken, hoor. En ik moet zeggen dat ik heb handzeep gekocht voordat het opging. En dat zou ik normaal nooit doen. Nee, hamsteren, joh, dan ben je zo mogen. Nee, ik heb zelf gewoon diepvriespizza's en handzeep gekocht. Ja, voor de zekerheid. Ja, straks is het op. Dit was alweer de Mensenmening voor deze week. Heel erg bedankt voor het kijken en volgende week zijn we er weer. Je broek is stuk!